Ik hoop nu zo dat er een blitzer op mij wordt gekald. Yes, 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 yes. Yo kijkers van Duffy Games en leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe aflevering van die Hunger Games, oftewel Blitz Survivor Games. We gaan vandaag lekker spelen in de map Valley, als ik me niet vergis. In ieder geval voor mij de map Valley. We gaan natuurlijk kijken hoe we vandaag kunnen winnen, of we mensen kunnen ownen en of we lekker kunnen rekken. Mensen natuurlijk ook bedankt voor alle reacties en likes die zijn achtergelaten op de vorige video. Mocht je nou benieuwd zijn of ik op jou heb gereageerd, zou ik zeggen check eventjes de vorige video. Want dan kom je er namelijk heel erg snel achter. Nou, als je natuurlijk er toch bezig bent en je hebt er weer zin in, dan kan je natuurlijk altijd vast even een like achterlaten. Wat ik meteen wil zeggen is, ik heb niet op elke reactie gereageerd. Namelijk de reacties over het paard, of in ieder geval de reacties over paarden, die heb ik niet op gereageerd. Aangezien er een stuk of... ja, wat is het, 100 reacties achtergelaten over wat er gebeurde met mij in het paard. Dat ik dus schijnbaar niet op een paard mag zitten wanneer de timer van de damage afgaat. Want dan pleeg je suicide. Wist ik veel, maar het is inmiddels duidelijk. Het gaat niet meer gebeuren, hoop ik. Of in ieder geval, überhaupt dat ik op een paard ga zitten, gaat denk ik niet meer gebeuren. Maar ja, dankjewel dus daarvoor. En mocht je nou een andere reactie hebben achtergelaten, dan heb ik wel lekker gewoon op jou gereageerd. Dan zou ik nogmaals zeggen, check eventjes de vorige video. We zien hier meteen allemaal mensen met wapens, terwijl ik gewoon echt gewoon nog op zoek ben naar echt goede shit gewoon. Maar het wordt me vandaag gewoon niet gegund. Come on, Hypixel, give me some loot, please. Come on. Ik ben aardig vandaag, zoiets. Oh shit, wat doe ik nou? Oh shit, is niemand achter me aan. Oké. Kit is binnen. Kom maar, gaan we vechten. La 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 la. Gewoon net zeggen, als ik deze persoon niet down krijg, dan kan ik net zo goed stoppen met de Hunger Games. Holy freaking shit. Ik moet zeggen, hij hitte me nog wel even goed. Dat is wel iets, weet je. Hij had me toch nog bijna. Natuurlijk had ik net een doorslaggevende klap die het verschil maakte in de fight tussen Duffy en... geen idee wie die andere persoon was. Maar dat zeg ik helemaal niet uit. Oh, oké. Ik moet hier even omhoog. Hoppakee. En hoppakee, hoppakee. Want we moeten natuurlijk HP geregeneren, weet je. Het is gewoon no-go om nu met mensen te gaan vechten. Ik bedoel, we zijn way too freaking low. Leggings erbij, hoppakee. Even kijken hoor. 2, 3, 4. Hoppakee, nice. Oké, en wij gaan rustig door, weet je. Toch wat HP regeneren. Leven nog 8 mensen. Zo, het is niet een map waar je heel veel kills op kan halen natuurlijk. Oh, wacht, ik heb die niet goed gedaan. Dus zo, dus niet een map waar je heel veel kills op kan halen. Want ja, je speelt maar met 16 man. Dus wat dat betreft is gewoon niet zoveel. Oké, even kijken. Oh fuck, dat deed damage. Dat had ik niet moeten doen. Je zit echt te kijken naar mijn kompas van, god, waar zit nou iemand? Want ik wil zeg maar niet de drukte gaan opzoeken. Natuurlijk, 8 mensen, 7 eigenlijk, want ik kan mezelf niet killen. Het is dan niet heel druk, maar je zou maar net in zo'n fight terechtkomen waarin je weer heel veel mensen om je heen gaat krijgen. Want er kunnen natuurlijk nog steeds 3 mensen in één keer op 1 persoon gaan. Ik weet ook niet of het gaat gebeuren, maar... en ik zie ook niet echt daadwerkelijk iemand, dus ik denk dat we gewoon wel moeten. En ik denk dat we gewoon wel gewoon de strijd op... oh, daar zien we iemand. Holy freaking shit. Oké, dan. OP gear. Ik ben ready voor, jongen. Ik ben... oh, shit. Heeft hij nou net gezien dat ik mijn bot doen dat soort shit allemaal gooide? Of rent hij gewoon voor me weg? Oh, damn it. Damn it, damn it, damn it. Oké, hij wil toch nog met me vechten? Awesome. Kom maar. Hoppakee. Man down. Nice, oké. Ik was echt bang voor deze persoon. Ik dacht echt deze persoon... oh, shit, daar gaan we dan, weet je wel. We gaan dood. Maar het viel me toch 100% mee. Daar ben ik natuurlijk ook wel blij om. Want deze manier heb ik natuurlijk gewoon een free kill kunnen maken. Zou je iemand zien die gewoon aan het ouwe hoer is of zo? What the fuck? Oké. Ik weet niet wat dat voor actie was, maar het is logisch, tuurlijk. Er hier nog wel even een bottle ligt. Die wil ik trouwens wel even hebben, die bottle. Ik weet niet wat erop zit. Oh nee, wat is, heb ik helemaal niks. Wat is dit? Regeneration. Nice. Oké, dan. Dan komt hier voor iemand aan. Ik heb mijn regeneration ingenomen. Ik weet het, mensen. Omdat ik dus iemand naar me toe zag komen die inmiddels wegrent. Ook iemand die in de back zit, maar die rent netjes weg. Wow. Er gebeurt er iets wat ik gewoon niet had verwacht. Iemand die rent gewoon netjes weg. Oké, maar nu wil hij wel natuurlijk met me vechten. En waarschijnlijk gaat hij nu van me winnen, want... oh! Get wrecked! Get wrecked, Wreckerino Maxipino! What the fuck? Hoe heb ik die vet down kunnen krijgen überhaupt nog? Are you shitting on me, Minecraft? What the fuck? Oké, nou, het maakt natuurlijk wat dat betreft mij vrij weinig uit. Ik heb natuurlijk gewoon down, dat is natuurlijk het allerbelangrijkste. Maar holy freaking shit. Ik zag deze even niet aankomen. Inbreken, doen we gewoon aan, want het ziet er cool uit. En dit geloof ik voor de rest nog wel. Je ligt wel voor mijn speedbottle, maar fuck die speedbottle. Holy freaking shit. Holy freaking shit. Sharpness, give it to me, baby. Nee, ik zeg sharpness. Ik zeg sharpness. Dank u wel. Protection. En protection. Nice, nice, nice. Oké, nog even hele kunnen enchanten. Boom protection. Ik moet nu aan. Ja, oké. Protection hier nog op. Nice. Speedbottles hier. Oké, wat is dit? Dit is mijn sharpness. Oké. Downed. Drink ik deze nog een keer.
Gooi deze eventjes, hoppatee, en we gaan ervoor. Come on Duffy, come on Duffy, come on Duffy. GG, bam, gewoon een win, een town kill. De perfecte game is gewoon weer binnen, 6 kills en een win. Hoeveel coins gaan we krijgen? We krijgen er maar liefst 764, niet heel veel. Maar goed, wel een mooie win meteen. Mensen, ik zie natuurlijk lekker weer in het volgende potje. Goed mensen, daar ben ik weer in de map Despair V1. Kijk natuurlijk of we hier onze win voort kunnen zetten. En omdat dit natuurlijk mijn favoriete map is, gaan wij niet met de favoriete kit van het moment spelen. Nee, wij gaan gewoon lekker spelen met de Blaze kit. Nee, ik wil de Blaze kit. Dat is misschien ook nog wel eens een keer handig om misschien hier eens een keer met de Blaze kit te gaan spelen. Met de Blaze kit. Blaze. Ik heb geen idee of het handig gaat zijn, maar hey, we zullen wel zien hoe het gaat. Hoe is Duffy? En wie ben jij? Weet je, dat is dezelfde vraag. Weet je. Ik vraag toch ook, goddomme, niet wie jij bent, man. Vraag er helemaal niet om, man. Hou gewoon je mond, ga gewoon normaal spelen, man. Gekke Amerikaan of Engelsman of Irakees of Israëliër of weet ik waar je ook maar vandaan komt. Ik vraag toch ook helemaal niet wie jij bent. Jongen, jongen, jongen. Terwijl wij nu natuurlijk gaan proberen om ons naar ons loot-eilandje te komen, waar we eigenlijk al heel erg lang niet meer zijn geweest. We mogen er vandaag weer eens een keertje heen. Oh, lady, jee. We kunnen natuurlijk ook een keer naar rechts gaan. Heb ik, ja, oké, we gaan een keer naar rechts. Werkt het op dezelfde manier? Volgens mij wel. Ja. Oké dan. Holy damn. Oké. Oh. Kijk. Oh. Nice. Oké dan. Dit is tot nu toe een goede keuze geweest. Zou ik hier trouwens nog een helm in de plaats zitten? Die heb ik ook nog nodig. Hop. Hop. Oh, shit. Oké, we staan hierop. Mooi zo. Zo. En nou ja, we gaan gewoon nu naar beneden. Naar beneden. Wat die kerel al speed heeft gebruikt, wat? Nu al? Hij heeft wel een mooie body. Of hij heeft een mooiere body dan mij, moet ik eigenlijk zeggen. Eigenlijk moet ik dat zo zeggen namelijk. Kom eens even hier, jij. Hey. Een mooiere body dan mij. Dank u wel. Dank u freaking well. Hier is namelijk ook nog iemand die erg low is in de buurt. Dus die wil ik eigenlijk ook gaan aanvallen. Hoewel, ik ben hem een beetje kwijt. Oké, die fan ben ik sowieso 100% kwijt. Nou weet je wat, maakt helemaal niet uit. Wij rennen eventjes naar het strand toe. Want we hebben natuurlijk een mooiere body in ons invulmoment. En ja, weet je, die willen we natuurlijk gewoon even aangetrekken. En daar hebben we wel verrust tijd voor nodig. Die doen we zeker aan. Ik weet, ik heb Blaze Kit. Dus op zich, die body heeft vrij weinig. Helpt mij nu wat dat betreft. Maar is gewoon mooier. En wanneer iets mooier is, dan moet je het natuurlijk gewoon gaan gebruiken. Ik span gewoon beide blazes in. Ik heb zoiets van, ik kan ze natuurlijk gaan bewaren voor de deathmatch. Maar ze kunnen me ook gewoon hier in de game helpen. Dus ja, wat dat betreft, fuck it. Terwijl hier gewoon eventjes een kill wordt gemaakt door een MVP. Oh, dan flikkert iemand gewoon naar beneden. Wauw. Nee. Niet ons. Oké, die gaat het water in. Nevermind, we kunnen wegrennen. Hij heeft sowieso speed, hij rent het water in. Komen niet meer bij in de buurt. Heel simpel, weet je. En ik heb geen zin om een chase daarvoor in te gaan starten. Zeker niet als iemand het water in gaat rennen. Ik kan ze zo eigenlijk het water niet eens in op het moment. Want we hebben natuurlijk onze blazen. Terwijl we hier iemand hebben. Hoi. Hoi, Wood Next heb jij. Oh, gaan we nou in één keer twee tegen mij? Kom dan. En dan ren je weg, hè? Ja, dacht ik wel. Oké, ik neem even deze bottle in. Gewoon just voor de safety. Ik weet namelijk niet wat hier allemaal nog meer zit. Want mijn kompas wijst een beetje alle kanten op. Ja, die persoon rent sowieso. Oh, daar rennen nu twee mensen. Shit, sorry. Of mijn kompas is nou weer deze kant op. Wat? Ik snap mijn kompas op. Oh, daar heb iemand. Oké. Hey, jij. Kom hier. Kom. Nee, alsjeblieft. Hey, nee. Kom. Freaking. Hier. Oh shit, ik wou gaan slaan met mijn, hoe heet dat? Met mijn fire sword. Alleen had ik in één keer een stukje vlees in mijn hand. Dat is ook niet helemaal handig. Verder farm doen we zeker even aan, want dat is iets wat mij zeker nog wel kan gaan helpen. Zit hier iemand in het water? Ik zie een koe in het water. En dat betekent vaak maar één ding. Dat betekent de waterpersoon. En we hebben er zelfs twee in het water. Heb ik een pijl en boog? Ik heb wel een boog. Ik heb ook wel wat pijlen, niet veel, maar ik heb wat pijlen. Hoe cool zou het zijn dat ik deze keer nu gewoon één, gewoon kon snipen gewoon. Eén schot en dan gewoon. Nee. Wat wil jij vechten? Kom maar. Dit is alles wat ik kan. 3 schoten erop doen. Terwijl iemand in mijn back komt. Haha. Dat is jammer, hè, dat ik je in één keer toch zag. Dat is jammer, hè, want het is al de tweede keer dat je mij probeert aan te vallen. En ik zie je gewoon. Dus wat wil je nou? Ik gebruik gewoon mijn kompas goed. Kom maar eens even hier, jij. Ik nu één keer hitten met mijn woede sword. Dan heb ik gewoon in de fik staan, waardoor die sloom is. Oh shit, ik sla. What? Are you kidding me, Blazers? Are you kidding me? Oh my god, dit is echt. Bullshit. We gaan nu ook in de fik staan. Maar goed, hij ontsnapt natuurlijk wel. Ja, die vent ontsnapt. Oké, weet je, wij gaan sharpness halen. Ik had gehoopt dat ik deze persoon nou voor de tweede keer down kon krijgen. Maar tot twee keer toe heeft hij mazzel gehad. Want gear-wise en wapen-wise,
easy defender om te keer uit een Wooden Axe. Dus ja, weet je, dat is gewoon niet goed en ook niet speciaal. Maar ja, als het niet lukt, lukt het natuurlijk niet. Hoewel over 40 seconden wel de blitz zou spawnen natuurlijk. En wij gaan nu naar de spawn toe. Dus wat dat betreft hebben we best wel een grote kans dat wij die gaan kriden. Dus ja, misschien krijgen we een blitz daar. En dan hebben we gewoon nog een kans om iemand te killen. Hoewel, ik hoop dat die mensen wel inmiddels een beetje uit het water zijn geklommen. Want het water, dat is echt... Maar goed, weet je, je zag ook wel, die twee mensen zaten ook allebei in het water. En achteraf hebben ze dan zoiets van, oké, dit gaat niet worden, wij twee in het water. Want het heeft gewoon geen nut, weet je. Het heeft ook gewoon geen zin. En nee, dat heeft inderdaad geen zin. Ga weg, stomme boot. Doei. Nou, die body ga ik ook wegdoen. Hoppakee. Die gaat wel. Gaat die de lava in? Ja, die wel. Oké, mooi zo. Goed. We wachten hier nog even 10 seconden voor de Blitz TR. En dan hopelijk krijgen we hem. En dan kunnen wij hopelijk daarmee nog een keer zelfs de game winnen. Wat natuurlijk episch zou zijn. Duffy for Star. Inderdaad, Duffy for Star, ja. Dat heb je goed gezegd. Ik zou ook gewoon nog een Stone Sword in de spawnkist zag zitten. What the fuck? Oh, de blitzer is al gevonden. Wat? Ook nog door de persoon die ik zo graag down wil halen. Tot twee keer toe al. God damn it. Damn it. Karma. Wat is er karma aan dat ik jou tot twee keer toe heb proberen te killen? I don't get it. Maar het zal waarschijnlijk gewoon pure karma zijn, ja. 100%. Oké, we zien hier iemand met... Wat heeft hij voor keer? Oh, PS fuckier, kom. Vecht met me. Waar ren je nou heen? Gast! What the fuck? Moet je zien... Waarom ren je in godsnaam weg? Waar ga je heen? Hallo? Wat is je... Even, ik snap deze vent niet. Dit snap ik echt niet. Wat doe je? Hallo? Je weet dat dit spelletje is dat je met elkaar moet vechten? Wat is je probleem nou? Kom gewoon. Kom. Ik wou net zeggen, als ik hem nou niet heb, maar ik heb hem. Ik hoop nu zo dat er een blitz op mij wordt gekald. Yes. I freaking knew it. Haha. Daarom bleef ik ook alvast rennen. Ik ben ook heel blij dat ik namelijk een kill heb gemaakt net. Waardoor ik natuurlijk nog even speed heb. Om HP nu te kunnen regenen, gaat heel lastig worden in ieder geval om full HP te gaan krijgen. Maar ik ga mijn best doen, mensen. Ik ga mijn best doen. Ik blijf gewoon rennen. En we hebben sowieso de blitzer overleefd. Ik wist namelijk dat dit zou komen. Dus ik was ook heel blij met die kill die ik net heb weten te maken. En op deze manier heb ik gewoon zo'n mooie voorsprong opgelopen dat hij me gewoon niet meer kan inhalen nu. En op deze manier kan ik rustig HP gaan regenen. En moet het helemaal goed gaan komen. Hoewel helemaal full HP zal ik in 100 jaar mee lukken om te krijgen. Nou ja, lukt sowieso niet. Maar we krijgen in ieder geval wat HP erbij. En daar ben ik heel blij mee. Hoewel nu de focus waarschijnlijk op mij zal zijn. Ja, deze gaat 100% op mij. Erg leuk. Daarom ga ik zoals deze persoon in de buurt staan. Ja, hij gaat 100% op mij. En nog heb ik je down. Haha. Wat krijg je ervan? Deze persoon heeft full HP. Ik moet eerst nog even een beetje rond gaan rennen. Wil ik met de... sowieso. Deze keer was heel lastig geweest om hem nog te kunnen killen. God freaking damn it. We zijn wel tweede geworden. En we hebben wel die Dutch gozer nog steeds weten te pakken voor de derde keer. Of nog zo'n blitzstar. Mensen, ik zie natuurlijk lekker weer in het volgende potje. Goed mensen, daar ben ik weer in de map. Je weet wel. Kijk natuurlijk of we dan misschien hier nog wel een win kunnen binnenslepen. Terwijl ik weer zie dat wederom mijn kids weer zijn upgefuckt. Ik weet niet waarom ze dit doen. Of dit een troll is van Hypixel of... I don't know, maar wij gaan spelen met de Slime Kit. Dus misschien een gekke keuze, Slime Kit, maar de knockbacks wordt een beetje afgeronden hier. Misschien dat het goed gaat komen. Ik heb geen idee voor de rest waarom ik deze kit kies. Maar zullen we zien hoe het gaat. Let's freaking do this. Wel, twee mensen, voor mij een MVP en een VIP, als ik het goed zag, zitten een beetje in de chat met elkaar ruzie te maken van... Oh, je bent een noob, want je gebruikt alleen maar een boog. Het kan PvP, bla. En weet je, zolang hun ruzie maken, vind ik het goed. Want dan opereer ik onder de radar. Duffy's operation. Under the radar. Nee, dat gaat helemaal nergens over, maar goed. Oké, we gaan hopelijk hier eens even wat goede loot tevoorschijn toveren. Come on. Oh, sticks. Yes, dit is echt... Dit is gewoon mijn droomkist. Gewoon een kist waar alleen maar sticks in zitten. Dat is echt fantastic. Wauw. Oké, we kunnen nog steeds doorgaan. Even kijken, hier is ook een kist. Give it to me, baby. Eten. Nou, altijd fijn. Wapen. Nee. Wel gear. Kijk, dit gear had ik nog niet, dus daar ben ik ook wel blij. Maar we hebben dus nu eten en gear. Ik moet echt nog even een wapentje vinden. Hoewel, ik krijg natuurlijk een knockback sword, maar... Oh, come on. Are you kidding me? Kom op, man. Dus ik heb geen helm nodig. Die heb ik ook trouwens niet nodig. Pff, daar staat ook gewoon nog iemand. What the fuck? Oké, ik heb geen helm nodig, hoor. Ik krijg een iron helm van mijn kit met projectile protection. Huppel de pup erop, dus...
Die heb ik gewoon totaal niet nodig. Hier, hoppakee. Oké. We gaan er gewoon voor. Ik heb knockback op mijn wapen. Niet het aller fantasticste, mastickste. Oh, zeg maar, om een fight mee aan te gaan. Maar wij doen het gewoon, weet je. Zo zijn wij. Oh joh, eens even rustig, man. Hey. Jeumig. What the... Wauw. Ik moet zeggen, met respect voor deze gast. Hij heeft gewoon al 3 kills opgeraapt hier. Zoals je hier kan zien. Of heeft hij nog meer? Nee, ik krijg hier mijn slime gekeerd. Hij heeft hier 3 kills opgeraapt in de tijd waarvan je denkt van, doe je dat zo snel? Goed speed gebruikt. OP motherfucker. Mensen, ik bedank jullie voor het kijken naar deze aflevering van de Hunger Games. Mocht je nou weer leuk hebben gevonden, vergeet dan alsjeblieft nu om een like aan te klikken. Vergeet natuurlijk niet om op abonneren te klikken als je nieuw bent. Laat lekker wat in de reacties achter. En ik hoop jullie natuurlijk allemaal morgen weer te zien bij een nieuwe aflevering van die Hunger Games. Later, mensen.